Vandaag behandelt urinestelsel zowel de bouw als de functie. De bouw. Onze nieren liggen achteraan in onze baak, bijna tegen onze rug aan. Eentje links en eentje rechts van onze ruggengraat. De doorsnede van de nier ziet er zo uit. 1 is nierschors. 2 is nierbekken. 3 is nierslagader. Dit vervoert zuurstofrijk bloed en wordt altijd met een rode kleur aangetuid. 4 is een nierader. Dit vervoert zuurstofarm bloed en wordt altijd met een blauwe kleur aangeduid. Vijf is onze urineleider of ureter, zes is onze nierpyramide, zeven is een bloedvat, acht is niermerg en negen is nierkelk. Onze nier zijn twee boonvormige organen ter grootte van een vuist. Ze bestaan uit nierschors. Daarin ligt het niermerg. We zien dat die in groepjes liggen en dat die zo de vorm hebben van een driehoek. Daarom worden zij de nierpiramide genoemd. Deze monden uit in het nierbekken en gaat over naar de urineleider of ureter. In onze nieren zitten miljoenen nefronen. Een nefron bestaat uit het kapsel van Bouwman, dit geel gedeelte dit omvat een kluwende van haarvaten haarvaten zijn hele kleine bloedvaten en wordt de glomerulus genoemd de glomerulus samen met het kapsel van Bouwman wordt het lichaampje van Malpighi genoemd dit gaat over in de lis van Henle en komt samen in de verzamelbuis hier hebben we nog eens heel de uitleg wat ik juist gegeven heb over een nefron. Dat kan je nog eens rustig nalezen. De urineleiders zien we dat dit twee buizen zijn van ongeveer 25 à 30 centimeter lang en ze verbinden onze nieren met onze blaas. Onze blaas is een peervormig orgaan. Waarin urine wordt opgeslagen. De ligging bij de man ligt wat hoger als bij de vrouw en we zien juist onder de blaas de eerste centimeters daarvan wordt omgeven door de prostaat. De prostaat is een geslachtsklier die een rol speelt bij de productie van sperma. Bij de vrouw zien we dat de blaas lager gelegen is in het bekken. Waarom? Omdat de baarmoeder daar nog boven ligt. Hierdoor moet een zwangere vrouw, naarmate de zwangerschap vordert, vaker plassen, omdat de baby tegen de baarmoeder aandrukt. De blaas wordt via de urineleiders, de ureters, verbonden dus met de nieren, en mondt uit in de ureter, hier de buitwerel of urinebuis. De urinebuis van een vrouw meet 3 tot 4 centimeter bij een man 12. Dit is omdat het bij de vrouw korter is, gaat de vrouw sneller last krijgen van een infectie aan de urinewegen. Een blaasinfectie. Door de kortere weg kunnen micro-organismen veel sneller opstijgen tot in de blaas. Dat is de reden. We kijken hier bij een vrouw 3 tot 4 centimeter bij de man 12 centimeter. De functie van de nier is het bloed zuiveren aan de ene kant en de samenstelling van ons bloed regelen. Bloed zuiveren, afvalstoffen die we niet meer nodig hebben, verwijderen. En ook het overtollig vocht verwijderen. Anders gaat ons lichaam zichzelf vergiftigen. Ook de samenstelling van ons bloed wordt geregeld. Waarom? In ons bloed moeten wij voldoende vitamine, mineralen en zouten hebben. Als wij te veel aan zouten bijhouden, dan gaan wij uteenvorming hebben. Uteenvorming is dat onze onderbenen gevuld worden met vocht en dik worden. Dus als wij te weinig of te veel van deze vitamine, mineralen of zouten hebben in ons bloed, zorgt dat ervoor dat ons lichaam niet goed functioneert. Daarom is het belangrijk... Dat onze samenstelling van ons bloed geregeld wordt. Dit was onze eerste PowerPoint. De volgende PowerPoint gaat over de werking tot en met het bedplassen.